Nou, aan zich is het natuurlijk een aanloopje naar een eventuele koop van het stadion. Maar ik ben vooral blij met de manier waarop het tot stand komt. En dat we alsnog de kans krijgen om het stadion te kopen. Ja, je krijgt zelfs het exclusieve recht tot en met mei 2019. Ja, dat is heel fijn. In de vorige biedingsprocedure hadden wij relatief weinig tijd. Omdat we pas in een later rek besloten om te gaan deelnemen. En die tijdsdruk zorgde ervoor dat we niet al onze mogelijkheden hebben kunnen ontdekken. En die tijd hebben we nu wel. Dus dat is heel fijn. 5,5 miljoen, hè? hoorden we de wethouder zeggen net. Dan kan je het kopen. Ja, dus ik ben al een staatsloterij gelopen. Ja. Heb je ook genoeg gespaard? Uh, nou, het, 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 dat, Die creatieve constructie, waardoor wij niet heel het hele het staat hoeven te kopen, geeft ook al wat meer mogelijkheden, hè? zodat het bedrag lager wordt en je minder hoeft te financieren. Uh, dus dat, dat helpt in, in uiteindelijk naar de uiteindelijke oplossing te gaan. Maar hoe ga je dit financieren? Ja, we hebben natuurlijk een financieringsplan gemaakt in het vorige bid. Dat gaan we gebruiken. Dat zal anders zijn dan nu. Er zijn andere ruimtes, andere tijd. Dus we gaan dat herijken en opnieuw bekijken samen met twee experts en om te kijken hoe we dat gaan financieren. Ja, jullie vorige bid toen lukte het niet. Maar het verschil zit erin dat je nu een stadion, dat je delen van een stadion kan kopen. Ja, het zit in timing en het zit in delen van het stadion. Dus door de delen is het bedrag lager. Dus het zit enerzijds in timing en anderzijds in dat het bedrag lager is doordat we maar een ander deel kopen van het stadion. De stadion staat er al een tijdje, vanaf 1995 geloof ik. Waarom wil je in godsnaam dit kopen? Nou, er zitten twee dingen aan. Ik denk dat de afgelopen jaren de gemeente en NAC enorm veel tijd en energie hebben gestoken in het onderhoud van het stadion. Dus dat is naar een hoger niveau gegaan. En twee, eigenlijk de primaire reden is lastenverlichting voor NAC. Dit is een van de weinige kansen waarop wij nog aanzienlijk tot lastenverlichting kunnen komen. Ik kan je dat dus verder uitleggen? Nou, ik denk dat als wij een goede financiering kunnen krijgen voor, voor de koop van het stadion, dat onze lasten lager zullen zijn dan de huidige huur. En, en dat, is, dat is de crux. Ja, daar zit de truc in natuurlijk. Ja. ja. En hoe groter had je de kans dat het ook allemaal gaat lukken? Ik ben veel positiever gestemd dan de vorige keer. Het is nog steeds niet makkelijk, want het gaat nog steeds om een heel groot bedrag. Dus we moeten nog heel veel geld gaan ophalen via constructies. Dus het is nog steeds een pittige klus, maar hij ja, is wel veel haalbaarder dan de vorige keer.